derde ding waar ik het even over wil hebben is een stukje verwachtingsmanagement. Ik weet niet of iemand hier herkent wat mij wel eens is gebeurd. Dus, we gaan een website bouwen voor een klant. En die website staat op een gegeven moment live. En iemand die zegt, ja, ik sta nog helemaal niet op één in Google. Maar ik heb toch een nieuwe website? Is er iemand die dat verhaal herkent? Ja. Nou, als je eigenlijk bij het begin af aan al het gaat hebben over marketing, voordat je je eerste regels code gaat schrijven, of voordat je druk in de weer gaat met designs, dan kun je al een beetje zeg maar die verwachtingen temperen. Dus kun je wel een beetje zeggen, joh, heb je nagedacht over marketing? Voor wie is die website eigenlijk? Dat soort zaken. En daar kun je ook al een beetje voorsorteren op het verhaal dat het geen klassiek winkelprincipe is, hè? Het is misschien een beetje een slecht voorbeeld als je kijkt naar hoe het gaat met retail op het moment. Maar dat is toch een beetje het niveau van, we hebben een winkel, we richten hem in, we doen de deur open en de bezoekers komen naar binnen. Zo werkt dat helaas online niet. En het laatste voordeel, wat ik even kort wil benoemen, is je verhoogt je klantwaarde. En dat is eigenlijk commercieel heel interessant. Kijk, marketing is geen project, maar traject. En door die klant mee te nemen in het oerwoud wat online heet, vaak hebben de klanten net iets minder kennis, als het goed is, dan dat jij hebt over de materie. Door die klant mee te nemen zul je zien dat die klant zich blijft ontwikkelen. Het wordt veel makkelijker om websites door te ontwikkelen. Je had er dus gewoon nieuw werk voor jezelf uit. En de relatie duurt langer omdat je niet even iets oplevert en zegt, nou, succes ermee, prettige wedstrijd en als je support nodig hebt dan bel je maar. Maar je gaat echt doorontwikkelen. Nou zijn er alleen in de praktijk nog wel eens wat bezwaren die klanten opperen om met marketing aan de slag te gaan. En kent iemand de opmerking, heeft iemand de opmerking wel eens gehoord van een klant van, ja, marketing joh, dat heb ik niet nodig. Mijn klanten komen allemaal via via. Wie kent dat? Mag hand opsteken, don't be shy. Ja, ik ken dat ook. Ik zeg, dat vind ik, en eigenlijk het makkelijkste bezwaar om te weerleggen is dat. Dan zeg je, ja, vind je het gek, als je niks aan marketing doet, dan is dat ook de enige manier waarop mensen je kunnen vinden. En op een gegeven moment wordt je organisatie, die neemt een formaat aan, waardoor dat eigenlijk dat netwerk ook niet meer genoeg is. Dus misschien is het verstandig om dat voor te zijn en nu alvast te beginnen met marketing. Een andere die ik wel eens hoor is met name in de B2B, daar zitten wij vrij veel in. En zegt, nee, bij ons werkt het allemaal niet zo. Onze klanten die komen uit aanbestedingen en dat is vooral heel erg persoonlijk netwerk, ook herkenbaar. Handjes, ja, ook herkenbaar. Ja. Er is alleen wel één dingetje. Ik heb wel eens iemand gebeld die mij niet kende. Ik zeg, joh, met Wieger van Fris Online. Het eigenlijk wat je dan gelijk al hoort is, nou, dan mag jij raden wat ze aan het doen zijn. Daar ga ik je geen 2 minuten voor geven om daarover na te denken trouwens. Maar die website moet het verhaal wat jij vertelt bevestigen. En daarom blijft het belangrijk marketing zit niet alleen in wat je buiten je website omdoet, maar marketing zit voor een heel groot deel al in je website. Dus ook in die wereld waar je met aanbestedingen en dergelijke werkt, blijft marketing gewoon superbelangrijk. Een ander bezwaar wat we heel vaak tegenkomen, ja, we moeten nu gewoon even snel een website hebben. En marketing, dat kost allemaal vet veel tijd en geld en zo, en dat vertraagt. Herkenbaar ook, of niet? Magantjes? Ja, niet zo heel slecht over nagedacht, gelukkig. Maar goed, dat is eigenlijk een hele lastig om te tackelen, hè? Dus het probleem daarmee is, tijd en geld. Ja, ik zeg ook altijd maar, ja, daar heb je gelijk in, dat kost heel veel tijd en geld. Ik zeg maar, je hoeft niet alles in één keer te doen. Dus wat je daarmee zou kunnen overwegen is om zo'n project op te knippen in kleine stukjes. Begin gewoon ergens en bouw het dan langzaam uit. Ik krijg heel vaak, als ik met de klant aan tafel zit, heel vaak hoor je eigenlijk dat die klant heel Rome in één dag wil bouwen. Nou, dat heb ik nieuws voor je. Dat gaat niet lukken. En het mooiste bezwaar wat ik tegenkom, vind ik eigenlijk altijd nog wel van, dus een vriendje van een kennisje, van een collega, van een oud leverancier. En die doet dat een beetje voor ons. Iemand die dat herkent? Mooi is dat, hè? En dat is de vraag. Ja, eigenlijk ook geen spel tussen te krijgen, weet je wel. Zonde. Nou,
daar kun je wel wat aan doen. Wij hebben daar allerlei dingen op los proberen te laten. We kunnen heel hard roepen, nee, je moet het bij ons doen, want wij zijn veel beter. Maar daar ga je de oorlog niet mee winnen. Wat wij dan proberen te doen, en misschien heb je daar voor jezelf wat aan, is, we geven eigenlijk twee opties. Het is goed, maar we gaan eerst eens inventariseren. Ben je nou tevreden met het werk wat die oplevert? Zie je dat je vooruitgang boekt? Of zijn er dingen die misschien niet helemaal goed gaan? Even kijken hoe die relatie zit, weet je wel. En dan kun je altijd zeggen, we kunnen een soort second opinion doen. Dus we kunnen een soort review doen van zijn werk. En dan kijken waar je nog verder kunt verbeteren. Altijd positief brengen. Hè? Negativiteit is altijd heel vervelend en pijnlijk. En een ander ding is, ja, we kunnen heel goed samenwerken. Wij werken zelf bijvoorbeeld ook steeds vaker samen met WordPress-bureaus die bijvoorbeeld wel, of webbureaus, die wel de development-kant in huis hebben, maar dan op het stuk van online marketing eigenlijk zoiets hebben van, ja, dat is wel heel belangrijk en ik wil het eigenlijk aan kunnen bieden aan mijn klant. Ja, maar hoe dan, weet je wel? We hebben gewoon die mensen niet in huis. En dat is heel legitiem en begrijpelijk. Maar ja, stel je coöperatief op. Goed, en dan? Je hebt die bezwaar een beetje getackled, waar ga je dan beginnen? Wanneer je aan de slag wilt, dan moet je ook die klant aan de slag zetten eigenlijk. En dat vinden die klanten niet zo leuk, want die hebben het druk en zo. En die vinden het niet leuk, marketing. Maar eigenlijk zul je moeten proberen in een gesprek met zo'n klant een niveautje hoger te komen. Dus niet gelijk praten over wat iemand mooi vindt en heb je voorbeelden van websites die je tof vindt. Dat gebeurt ook nog steeds. Maar kijk eens wat die klant nou wil bereiken. Wat zijn nou je doelstellingen? En in welke mate moet jouw website daaraan bijdragen? Als je dat als vertrekpunt neemt, dan krijg je eigenlijk al een hele andere discussie dan dat iemand het idee heeft van ik zit hier met de webbouwer aan tafel, hè? Dus die iemand met wie je dan aan tafel, jij wordt gezien als iemand van, oh, hij wil me echt helpen. En dat is de plek waar je wil zijn. En probeer ook door te vragen naar de behoefte, naar de doelgroep eigenlijk, van die klant met wie je aan tafel zit. Het grappige is namelijk dat een klant vaak een vraag stelt, hè, ik wil dit hebben, maar dat hij eigenlijk beter geholpen is met wat anders. Omdat hij niet weet wat er allemaal mogelijk is. Jij bent expert, het is jouw speelveld. Gebruik dat ook. En de belangrijkste vraag, en dan komen we bij de analogie van Jos Burgers. Wat verkoop je nou eigenlijk? Boren of gaten? En ga dus niet kijken naar wat verkoop je aan producten of aan diensten. Maar ga kijken, oké, welk probleem los je nou op voor jouw potentiële klant? Een aantal voorbeeldjes. Wist je dat er niemand behoefte heeft aan een automonteur? Niemand heeft behoefte aan een automonteur. Dus niemand die denkt, oh, ik ga vandaag eens even een automonteur inhuren. Oh, dat lijkt me nou echt geweldig, een automonteur, altijd al willen hebben. Nee, iemand zoekt mobiliteit. Dus iemand is op zoek naar iets wat kapot is aan de auto te fixen, of om te voorkomen dat hij stil komt te staan. Dus dat is een hele andere, dat is een heel ander iets om op in te spelen. Een ander voorbeeld vind ik altijd wel mooi, is tandpasta. Wie gebruikt er allemaal tandpasta hier? Dan kun je precies zien wie er wel en wie er niet zo goed meedoet. Waarom gebruik je tandpasta? Je hebt niet het idee van, nou jongens, ik heb het gevonden. Je wordt 's ochtends wakker en je denkt, ik ga vandaag tandpasta kopen. Zijn er mensen die dat wel hebben? Die denken, wow, vandaag ga ik tandpasta kopen? Eentje, top, held. Maar je wil graag dat je gebit gezond blijft. Of je wil wat wittere tanden. Of nou, er zijn allerlei, niet te veel uit je mond stinken, zeg maar. Er zijn allerlei redenen te bedenken om tandpasta te kopen. Speel daar dan in je marketing op in. Dus ga het verhaal vertellen van het gezonde gebit. Ga het verhaal vertellen van de witte tanden. En zeg niet, hey, tandpasta, cool. Een horloge vind ik, dat voorbeeld wordt wat zwakker met alle smartwatches tegenwoordig. Dus een horloge krijgt een beetje functionaliteit terug. Maar er zijn mensen die denken dat een horloge bedoeld is om de tijd op af te lezen. Die bestaan echt, die mensen. Maar eigenlijk is dat onzin. Iedereen heeft zijn telefoon minstens net zo dichtbij als een horloge. En een horloge is veel meer een sieraad geworden. Is veel meer een soort verlengstuk van je imago geworden. Kijk, die van mij is bijvoorbeeld... Oh, nee. Dat je er de tijd mee af kan lezen, dat is hartstikke leuk en aardig. Maar dat is eigenlijk niet meer de functionele, niet meer de behoefteoplossing van het horloge. Je wilt het omdat je het mooi vindt. Nou, en als je dan dat doel hebt gevonden, hè, dus je hebt dat gat gevonden,
dan is het de truc om te kijken waar ligt van die klant het relevant onderscheidend vermogen. Ik hoorde net al van USP naar ESP, dat vond ik ook al een leuke. We doen zelf altijd van USP naar UBR. En dat moet ik misschien even uitleggen. Dus je hebt je Unique Selling Points of Unique Selling Proposition. Maar wij hebben het liever over Unique Buying Reasons. Dus echte, oprechte aankoopargumenten. Een voorbeeld. Eentje. Ik had een tijd geleden hadden we een nieuwe koffiemachine nodig. En zat een beetje te kijken bij zo'n Jura. En dat zijn apparaten, die zijn eigenlijk wel vreselijk duur trouwens. En daar stond dan bij, zeg maar, hè, we hebben op je plek op je website, heb je allemaal van die redenen waarom je bij zo'n bedrijf moet kopen. En er stond bij, gratis verzending. Gratis verzending. Nou, dat is een typisch voorbeeld van een USP, wat geen UBR is. Het is niet zo, wow, daar hebben ze gratis verzending, daar ga ik kopen. Als je zo'n apparaat van veel te veel geld koopt, dan maakt die 16 euro verzending ook niet meer uit. Hè, dus dat is wel een kijk daar eens naar en ja... Kijk eens hoe je dat meer kunt uitventen op de websites die je bouwt. Of in de content die je schrijft. En probeer je klant er ook mee te helpen. Hè? Want we denken vaak dat een klant heel goed weet wat hij wil. Maar ja, in mijn persoonlijke ervaring weet hij meestal niet zo goed wat hij wil. Wil hij eigenlijk vooral een beetje geholpen worden om tot een optimale oplossing te komen. Als we het dan hebben over marketing integreren in je website, dan is er nog een ander mooi dingetje en dat is omgaan met bezwaren. Hè? Wat we net al hadden over de bezwaren om vooral niet aan de gang te gaan met marketing of niet via jou aan de gang te gaan met marketing. De klant van je klant heeft ook bezwaren en redenen om niet te gaan kopen. Nou, probeer daar eens op in te zoomen en kijk eens of je die argumenten kunt weerleggen. En als je dat doorvoert in je teksten en als je dat in die opsommingjes waarom mensen bij jou moeten kopen, kunt verwerken, ja, dan denk ik dat je uiteindelijk een veel beter resultaat gaat halen. Dus stel de klant van je klant gerust. Nou, hoe kunnen we dat dan omzetten in actie? Heel bazaal is het eigenlijk, zorg dat de website die jij aan het maken bent, aansluit bij de klant van je klant. Dus kijk over je klant heen. En verander de discussie die je voert van de klantvraag naar de klantbehoefte. En dat kan alleen als je een soort relatie opbouwt met zo'n klant. En als je het gesprek aangaat met zo'n klant. Als we het dan hebben over overtuigingsmechanismen. Het gaat puur om, even op de website, gebruik ik heel graag Cialdini. Die heeft beïnvloedingsprincipes. Wie kent Dr. Robert Cialdini? Dat zijn er gelukkig een paar, maar nog steeds te weinig. Ik moet altijd even spieken hoor, want ik vergeet er altijd een anders. Cialdini. Dr. Robert Cialdini heeft de principes van wederkerigheid, commitment en consistentie, sociaal bewijs, sympathie, autoriteit en schaarste. Nou, even kijken wat je daarmee kunt. Wederkerigheid is eigenlijk het basale principe dat als ik jou een cadeautje geef, dat je eigenlijk veel meer geneigd bent om ja te zeggen op een vraag die ik jou ga stellen. Dat heeft hij getest met loodjes kopen. Het staat ook in zijn boek trouwens, Invloed. Dus zeker gaaf om te lezen als je deze materie interessant vindt. Daar heeft hij zeg maar een soort test gedaan. En er was iemand die moest loodjes verkopen. En dan heeft hij getest van mensen die stonden dan ergens. En zegt de ene tegen de ander, ik ga even een blikje cola halen, wil je ook? Ja, dat is goed. Dus nou, die komt terug met een blikje cola. En daarna zegt hij, joh. Ik moet trouwens loodjes verkopen. Wil je loodjes van mij kopen? En in de andere situatie ging het experiment zo dat deze eigenlijk hetzelfde. Wil je loodjes van me kopen? Dat was dezelfde vraag. Alleen dan zonder dat verhaal van dat blikje cola. En zag hij eigenlijk het significante verschil dat als je wat geeft, dat je veel sneller iets terugkrijgt. Dus dat die mensen veel sneller bereid zijn om ook in te stemmen met een verzoek wat je doet aan ze. Die wederkerigheid, dat geven, dat kan op allerlei manieren. In de B2B beginnen we vaak met kennis geven. Kennis is duur, is in principe een heel duur en arbeidsintensief instrument. En als je dat in een e-book stopt bijvoorbeeld, white paper, dat wordt toch wel een beetje vies commercieel, begint dat al te worden, noem ik altijd maar. Maar als je white paper geeft waar je echt oprecht je kennis in stopt, Dan zul je zien dat dat makkelijker bouwt aan een relatie dan wanneer je zegt, ik wil alleen wat verkopen.
Nou, als we dan commitment en consistentie hebben, is het heel geinig. Mensen zijn geneigd om gedrag wat ze hebben vertoond, om dat voort te zetten. Dus op het moment dat ze het is een beetje sparen van jaartjes in de sales. Herken je dit probleem? Ja. Vind je ook tijd dat het opgelost wordt? Ja. Wil je het nu oplossen? Ja. Wil je bij mij kopen? Ja. En dat is eigenlijk, dus bouw dat stukje op. Op het moment dat je eigenlijk die aankoop veel makkelijker en laagdrempeliger maakt, heeft ook te maken hè, met het weghalen, het herkennen van behoeften en mensen willen, in het AIDA-model komen ze in de desire fase. En dat is hartstikke gaaf. Dat als je dat een beetje goed opbouwt, dan zijn mensen geneigd om consistent gedrag te vertonen. Nou, kijken we naar sociaal bewijs, dat vind ik ook altijd wel een mooie. Wie heeft er op zijn eigen website referenties staan en testimonials? Kijk, dat zijn er best een hoop. Wie heeft ook testimonials echt met, van echte mensen? Dus met namen en foto's en functie. Kijk, top. Nou, dat hoef ik niks meer uit te leggen. Dat moet je dus gewoon doen. Nee, als iemand anders zegt dat het goed is, dan zal het wel zo zijn. Dat is gewoon en blijft gewoon een heel sterk middel. Nou, sympathie vind ik ook altijd een mooie. Wie heeft er hier wel eens iets gekocht van een verkoper die eigenlijk een ontzettende vond? Dat je denkt, wat een eikel zeg. Niemand? Mag ze? Ja. Was het noodzaak? Kon het niet anders? Of? Nee, het kon wel anders. Oh, het kon wel anders, oké. Nou, mensen doen dat niet graag. Dus, en dat is een beetje het verhaal van de sympathie. Op het moment dat je een soort aaibaarheidsfactor weet te creëren aan jouw merk of de mensen achter je merk, dan zul je zien dat marketingwise een ontzettend goede invloed heeft op je resultaat. Autoriteit hebben we dan nog. Als we kijken naar autoriteit, dan vind ik altijd het mooiste voorbeeld van de tandpasta. We komen weer op de tandpasta. In de commercials van tandpasta zie je heel vaak een man met een zekere leeftijd, ervaring in haarkleur en een hele grote witte jas aan, die zegt, dit moet je hebben. En dat heeft alles te maken met autoriteit. Als de tandarts het zegt, dat het goed is, dat zie je ook wel terug in die slogans, hè? Aanbevolen door tandartsen. Of het meest aanbevolen door tandartsen, of een of andere verhaspeling, dat er geen juridische consequenties aan verbonden zitten om die claim te maken. Maar ja, goed, als die expert zegt dat het goed is, ja, dan zal het wel goed zijn. Als iemand die jij heel hoog hebt staan iets roept, dan neem je dat veel sneller aan dan van iemand die je eigenlijk niet kent. Dus als je autoriteit kunt gebruiken, of als je klant een autoriteit is, ja, buit dat ook lekker uit. En anders kun je altijd nog kijken van, hey, hoe word ik dan een autoriteit? Ja, dat kan door actief je kennis te delen. Dat kan door allerlei prijzen te winnen. Hè. Die awards bijvoorbeeld, dat vind ik ook altijd. Hè, mensen die doen heel stoer over een e-mails 100 notering en zo, weet je wel. Ik vind de gazellen ook altijd geweldig. Hè. Jij gazellen, jij gazellen, jij gazellen, jij gazellen. Iedereen wint zo ongeveer die gazellen award. En het is, als je op LinkedIn kijkt en het is weer gazellentijd, noem ik dat altijd maar. Ja, daar kan je gewoon niet ontgaan. Want je ziet het bij iedereen wel voorbij komen op zijn LinkedIn. Hey, mensen vinden dat cool om te zien, dus ja, waarom zou je het niet gebruiken? Als je nou Google partner bent, bijvoorbeeld, zoals wij, dan zetten wij dat logootje ook op onze website. Niet omdat je nou echt een enorm verschil maakt als Google partner, of dat je dan echt bewezen de allerbeste bent, want ja, zo werkt dat op zich niet zo heel erg. Je kennis wordt getest en je moet genoeg munten uitgeven, en dat is eigenlijk het belangrijkste criterium om je partner badge te halen. Ik hoop niet dat ze dit bij Google terug gaan kijken. Dit, dan gaan ze niet leuk vinden, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. En als laatste argument is de schaarste. En iets wat bijna op is, dat versnelt een beslissingsproces. Dus het heeft eigenlijk niets te maken met hoe graag iemand het wil hebben, maar het zorgt eigenlijk vooral voor een versnelling, dus dat er minder nagedacht wordt over een keuze. Booking.com vind ik altijd geniaal en dat soort dingen. Hè? Net geboekt, laatste 3 kamers. En denk je, oh jongens, snel. En het mooie is, je kunt tot 48 uur van tevoren of zo annuleren, dus dat dan die drempel om te zeggen, ik doe het, die wordt alleen maar lager.
Ik weet ook, vanuit de B2B vind ik dat altijd wat lastiger om het daarop toe te passen. Maar ik weet ook dat er vanuit B2B voorbeelden zijn, met websites kom ik hier tegen. We kunnen dit jaar nog 2 klanten helpen. Nou, dat kan misschien een beetje arrogante ogen, maar joh, als het werkt, waarom niet? Nou, ik denk dat ik er toch sneller doorheen ben gekomen dan ik in eerste instantie had gedacht. Want ik ben al redelijk aan het eind van mijn verhaal. En ik wil eigenlijk iets proberen mee te geven. Bedenk nou eens, pak je telefoon erbij of zo, en bedenk nou eens 2 dingen die jij zou kunnen doen met marketing. 2 dingen waarvan jij zegt, hey, als ik dit voorstel aan mijn klant, of dit is een klant die zou geschikt zijn om aan de slag te gaan met marketing, en hoe zou je die dan kunnen helpen en waarmee? En bekijk dan vervolgens ook wat je daarvoor nodig hebt. Als het nodig is om via je netwerk te kijken van, hey, wie kan ik aanhaken om daarin verder te helpen. Hè? Wij doen het bijvoorbeeld aan de grafische kant. Wij zijn, grafisch vormgevers zijn we in die zin niet. Maar ik kreeg wel laatst, als een klant, die was hartstikke blij. Hè? Ik ben altijd blij als klanten gaan kwispelen. Dat ze, oh, ik wil meer kopen bij je. Dat was eigenlijk een beetje, ik hoefde er ook niks voor te doen. Je hebt ons zo goed geholpen met de website. We willen ook brochures. Brochures. Ja, ik zeg, en waarom bel je mij dan? Wij zijn fris online, hè? Niet fris offline zijn we. Moet je gewoon regelen het maar. Dus we hebben ook op een gegeven moment in ons netwerk gezocht van, hey, wie kan deze klant daar heel goed bij helpen? We doen alles voor om de relatie te verlengen. Dus we hebben dat uiteindelijk netjes geregeld. En een ander ding, bij loodgieten lekt de kraan, dat zijn we al gewend, is kijk eens even heel kritisch naar je eigen website. Het is best ingewikkeld. Kijk, ik zal echt niet zeggen dat wij het voorbeeldig doen hoor, want wij zijn ook gewoon een loodgieter. Maar kijk eens heel kritisch naar je eigen website en vraag jezelf nou eens af, lees ik nou hier de oplossing voor hetgeen waar mijn klant buikpijn van krijgt? Dat is eigenlijk, die vraag moet je zelf even stellen. En volgens mij kunnen we dan een prachtige start maken, vandaag of morgen, met het beter maken van de online wereld. Dank jullie wel.